Doodshoofdvlinders zijn trekvlinders die in de zomer noordwaarts vliegen vanaf zuidelijk Europa. Soms komen ze ook bij ons voor. De doodshoofdvlinders is een nachtvlinder, een mot. Hij vliegt het snelst van al de vlinders met 54 km per uur. Het vrouwtje legt nadat een mannetje haar heeft bevrucht zo snel mogelijk haar eitjes. Eén voor één aan de onderkant van een voedselplant. Dat kan zijn op het loof van de aardappelplant. Of op de blaadjes van een ligusterplant. Zoals je ziet zijn de eitjes heel klein. Zelfs een luciferkopje is nog groter. Na ongeveer 10 dagen komt het rupsje uit zijn eitje gekropen en gaat dan meteen aan de blaadjes eten. Al heel snel gaat zijn eerste velletje eraf en komt een nieuw velletje tevoorschijn, met staartje en al. Dit gebeurt 5 keer in het rupsleven. En maar eten en eten. Ze kunnen de hele dag eten. Als je zoveel eet, knap je uit je velletje. Zie waarom ze onze familie pijlstaarten noemen. Na meer dan een maand gegeten te hebben, is de rups volgroeid. Rupsen hebben een kop, een borststuk en een achterlijf. Ook hebben ze 3 paar borstpoten, 4 paar buikpoten en een stel naschuivers. Aan de zijkant zitten een soort luchtgaten. Kijk eens hoe mooi de rups over een dakje kan kruipen. Een plaatsje zoeken om te kunnen gaan verpoppen. En gaat dan 10 tot 15 centimeter diep in het zand. In het zand maakt hij een holletje waarin de kokon komt te liggen. In de kokon probeert hij een vlinder te maken. En maar wachten totdat de vlinder uit het zand komt. Na 6 maanden komt de pop omhoog gekropen en komt de vlinder eruit. Horen jullie dat geluid? De enige vlinder die geluid kan maken. En is het een mooie vlinder? Daarom onze naam doodshoofdvlinder. Met een spanwijdte van 11 tot 14 centimeter zijn ze een van de grootste vlinders die in Nederland voorkomen. Hebben geen roltong, maar een korte verharde tong. Halen geen nectar uit bloemen, maar sappen uit rijp fruit.
Maar lekkerste vinden ze honing. Deze stelen ze van de bijen. Met zijn tong doorboort hij de raad van de bijen en drinkt dan zo de honing eruit. Per drinkbeurt kan de vlinder zo een theelepel aan honing drinken. En zijn ze niet beroemd, zelfs in de krant of in boeken en op postzegels. Ik denk dat ik jullie genoeg heb laten zien over de doodzoogvlinder. Pas een beetje goed op de natuur, zodat de vlinders fijn kunnen leven. Dag!